Beste ouders, jullie kinderen zitten in de lagere school en jullie kinderen leren lezen. Lezen is niet alleen maar van letters woorden en van woorden zinnen maken. Lezen is pas echt lezen als kinderen ook goed begrijpen wat er in die tekst staat. Lezen is met voorsprong het allerbelangrijkste vak dat een kind op school krijgt goed kunnen begrijpend lezen is niet alleen belangrijk in de taalles maar bijvoorbeeld ook in de wiskundeles probeer maar eens een vraagstuk op te lossen als je niet goed kan lezen voor elk beroep wordt lezen alsmaar belangrijker dokter advocaat app ontwikkelaar bouwvakker de bouwvakker van de toekomst bijvoorbeeld moet opleidingen volgen ingewikkelde machines bedienen en uitgebreide handleidingen begrijpen met alleen maar oefenen 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 verliezen kinderen gauw hun plezier in het lezen nog veel belangrijker is de motivatie van waaruit een kind leest die motivatie bepaalt hoe goed het informatie uit een tekst zal kunnen halen let op er komt een uitleg met veel pijltjes. Misschien lezen kinderen alleen maar omdat ze moeten van school, of van hun ouders, of leggen ze zichzelf druk op. Die kinderen oefenen alleen het technisch lezen, maar veel minder het begrijpend lezen. Kinderen die lezen omdat ze lezen zinvol vinden, omdat ze het leuk vinden, omdat ze het boeiend vinden. Die kinderen worden door een tekst gegrepen en gaan als het ware in een tekst kruipen. Zij zitten helemaal in het verhaal of in hun documentatie. Die kinderen gaan veel beter begrijpend lezen. Conclusie: autonome leesmotivatie is de sleutel om goed te kunnen begrijpend lezen. En dat doe je met activiteiten waar veel leesplezier in zit. Wij hebben er zo eentje. Zet je schap. Nu hebben we in HAM een prachtig leesbevorderingsproject dat kinderen met nog meer plezier laat lezen. In HAM doen we mee met de Leesjury, de tofste Vlaamse boekenclub voor kinderen en jongeren. De Leesjury, dat is Lezen, Stemmen, Feesten. De leesjury is opgesplitst in leesgroepen. In HAM hebben we leesgroepen vanaf het eerste leerjaar tot de tieners van het vierde middelbaar. Ook al lezen als de kinderen in het eerste en tweede leerjaar zitten? Geen paniek! In het eerste en tweede leerjaar worden de boeken door onszelf, leerkrachten of begeleiders voorgelezen. Vanaf groep 3, dat is het derde leerjaar, Lezen de kinderen hun boeken wel zelf thuis? Nadien komen ze naar de leesgroep en bespreken we op een leuke, creatieve en speelse manier de inhoud van de verschillende boeken. Dat gebeurt met spelletjes of bijvoorbeeld leuke opdrachten. En zo komen we op acht vrijdagavonden gespreid over het schooljaar samen in de bibliotheek van Ham. We weten pas wat we over een boek denken als we het onszelf horen zeggen. Dat is het motto van de leesjury. Met de leesjury vormen we een echte boekenclub waar we dus acht keer per jaar samenkomen om te praten over boeken. Dat doen we dus niet alleen in Ham, maar over heel Vlaanderen met meer dan 12.000 lezers. De kinderen van de Leesjury Vlaanderen hebben een heel belangrijke taak. Ze moeten namelijk elk boek dat ze lezen punten geven. Op het einde van het jaar wordt dan per groep het winnende boek bekendgemaakt die over heel Vlaanderen de meeste stemmen behaalde. Deze! Naast de leesgroepen organiseren we ook nog andere activiteiten. Kijk maar eens naar de foto's van onze uitstappen die we al gemaakt hebben. En natuurlijk is er op het einde van het leesjaar een groot slotfeest. Samen met alle jurylezers uit Heel Limburg komen we samen om auteurs en illustratoren te ontmoeten en nemen we deel aan toffe activiteiten. Uiteraard worden dan ook de winnaars van het voorbije leesjaar bekendgemaakt. Zoals je alvast opmerkte, is de leesjury een initiatief boordevol leesplezier. Samen lezen was nog nooit zo leuk.